Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op vrijdag 24 mei. Het wordt een aardige dag vandaag met flinke zonnige perioden. Vanochtend trekken er nog wel wat wolkenvelden voorbij, maar vanmiddag is er meer ruimte voor de zon. Vanochtend is het zo'n 14 tot 17 graden en verder waait er een matige wind uit westelijke richtingen. De temperatuur loopt dan vanmiddag op naar lokaal 22 of 23 graden in het binnenland. En heel misschien ontstaat er in het zuidoosten van het land een enkele bui. Vanavond is het weerbeeld rustig. De buitjes die eventueel zijn ontstaan verdwijnen. En als de zon ondergaat is het zo'n 12 tot 17 graden. Morgen krijgen we te maken met meer bewolking, en vooral in de ochtend kan er hier en daar een drupje regen vallen. Veel stelt het niet voor. In de middag breekt de zon vaker door en wordt het 16 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. Zondag kan het weer iets warmer worden. De temperatuur loopt op naar 20 tot 21 graden. Er is vrij veel bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen lang droog. Smiddags dus kan er een enkel buitje vallen. Dat stelt niet veel voor, maar in de avond krijgen we vanuit het Noordwesten meer regen. En volgende week is het wisselvallig weer met lagere temperaturen.